Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer 5 producten voor je uitgekocht die je nu kan verkopen vandaag de dag dat deze video online staat. En ja, laten we daar gelijk induiken en die gaan we bespreken. Voordat we verder gaan, like en abonneer en comment op mijn YouTube kanaal, zodat ik veel meer van dit soort video's voor je kan blijven maken en dan gaan we er gelijk induiken. Nou, product 1... Het is een multifunctioneel product. Het is een elektrische reinigingsborstel. Gebruik je dus in de keuken, maar zou ook in de badkamer gebruikt kunnen worden. Het is draadloos, het is scrubber. Ik mag het niet zeggen, maar het is wel vrouwendominant. De meeste vrouwen maken schoon. Is gewoon feit en het verbetert gemak ook. Het is een probleemoplossend product, het verbetert de kwaliteit van leven als het iets schoon is, het bespaart tijd en geld voor een schoonmaakster. Dus ja, het heeft gewoon heel veel unieke factoren wat dit een makkelijk product maakt. Het is ook draagbaar, je kan het makkelijk meenemen, je kan het overal gebruiken. Dus dat maakt dit product een goed product om te gaan verkopen nu op dit moment. En het is ook evergreen, dus niet seizoensgebonden. Gaan we door naar product nummer 2, is een draadloze stofblazer. Voor je toetsenbord, maar ook voor andere plekken om stof weg te halen. Het is draagbaar. Het is probleemoplossend. Het verbetert gemak. Het bespaart tijd en geld. Het verbetert de kwaliteit van leven als dingen schoon zijn. En ja, het is gewoon een uniek product om vandaag de dag te gaan verkopen. Het is klein, het is compact. Je kan het makkelijk meenemen. Het is draadloos. Het heeft veel voordelen. Het heeft ook verschillende attributen zoals je ziet. Die je erop kan zetten om de verschillende soorten stof die je hebt weg te blazen. Gaan we naar product 3. Dat is een koordorganizer organizer in een driehoekvorm. Het is ook een draadmanager om alles bij elkaar te houden. Het is ook een opbergriem om het makkelijk ergens neer te leggen. En heeft ook een ledsnoer. Waarbij je dus ja, dingen zoals draden voor je tuinslang of voor andere dingen makkelijk bij elkaar kan houden. En makkelijk mee kan nemen. Dus ja, dat maakt dit product extreem uniek om vandaag de dag te gaan verkopen. Het ziet er misschien wat simpel uit, maar met de juiste marketing angle kan je, je echt veel uithalen. Dus ik hoop dat je daar heel veel aan hebt aan de producten die ik vandaag ga laten zien en de soortgelijke producten waar jij zeker iets mee kan gaan doen. Wat jou gaat helpen een betere Shopify dropshipper te worden. En dat is het doel van al deze video's die ik uiteindelijk maak. Gaan we daar naar product nummer 4. Is een projector. Nou, er komen heel veel soortgelijke producten ieder jaar weer terug in deze niche. En deze heeft dus zeven kleuren. Heeft ook een nachtlampje, is een slaapkamer. Het heeft meerdere functies. Het werkt met afstandsbediening. Ja, het ziet er gewoon heel nice uit. Het geeft echt sfeer. Het is voor een grote markt. Het is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het heeft verschillende kleuren ja, het is gewoon een ideaal product om vandaag de dag te gaan verkopen. Met de juiste marketing engel kan je nog steeds heel veel uithalen, terwijl het al wel heel lang een bewezen product is om te verkopen. Nou, dan gaan we door naar het vijfde product, een elektrische trimmer voor vrouwen voor automatische haarverwijdering. Het is een beauty product, schoonheid, probleemoplossend, verbetert zelfvertrouwen, verbetert gemak, bespaart tijd en geld, verbetert de kwaliteit van leven. Het Is een vrouwendominant product. Het heeft heel veel voordelen en het ziet er netjes uit. En daardoor maakt het dus ook een product dat je het hele jaar door kan verkopen. Dat waren alweer de vijf producten die ik vandaag met je heb doorgenomen. Ik hoop dat je daar super veel aan hebt gehad. Laat me weten als je daar nog vragen over hebt. Volg me op Instagram Paul van Sprundel en Facebook Paul van Sprundel. Like en abonneer op dit kanaal. Dan wil ik je nog bedanken voor het kijken. En dan spreek ik je weer in een gloednieuwe video. Die ik zo voor je ga opnemen. Ciao, ciao.